David Molenburg, achter ons net onthuld. De Formule 1-auto van Max Verstappen, of is hij het niet echt? Nou, het is natuurlijk niet de auto waarmee hij op dit moment rondrijdt. Maar het is natuurlijk wel prachtig dat het hier staat. En een soort symbolische aftrap van deze Formule 1-week? Ja, we kijken natuurlijk heel erg uit naar het volgend weekend als Zandvoort en Zandvoorters. Dus ja, het is heel leuk, want je ziet nu gewoon dat het allemaal opwarmt. Je ziet dat het dorp mooi versierd wordt. Mensen hun balkons prachtig aankleden. Ja, en dan horen er ook dit soort dingen bij. Dat het dorp ook langzaam zich echt voorbereidt op die week. Waar merkt u zelf aan dat de sfeer echt in het dorp zit? Nou ja, dat is met name de versieringen die iedereen zelf op zijn huizen aanbrengt. Dat is van prachtig. Ik reed gisteren bij de Van Spijkstraat en dan zie je gewoon die hele straat versierd. En daar op de hoek hebben mensen volgens mij een soort competitie wie zijn balkon het allermooiste aankleedt. Die stonden ook, al die buren stonden buiten en volgens mij allemaal te bemonderen dat het ene balkon nog mooier was dan het andere. En dat vind ik het mooiste om te zien. Niet iedereen is race-liefhebber in Zandvoort. Wat zegt u tegen die mensen? Nou, kijk, natuurlijk, er zijn altijd mensen die het er niet mee hebben. En mensen die het ook gewoon natuurlijk, vinden dat het overlast geeft. Maar ik merk tegelijkertijd dat de groep mensen waar dat om gaat, dat die ook wel zoiets hebben van we gunnen de mensen die het wel leuk vinden dit weekend hun plezier. En dat zie je ook wel. Ik bedoel, er zijn weinig mensen die echt heel erg zich roeren dat ze tegen zijn. Er zijn natuurlijk ook naast wat er allemaal op het circuit plaats gaat vinden, ook evenementen in Zandvoort. Kijkt u daar zelf ook naar uit? Ja, ik ben ook van plan om dit weekend gewoon ook op heel veel andere plekken dan het circuit rond te gaan kijken. En met name bijvoorbeeld waar mensen met elkaar de race kijken, gewoon daar eventjes naartoe te gaan. Omdat dat is ook de beleving van de Zandvoorters. En wat is mooier dan de race op de televisie kijken en je ramen staan open terwijl je gewoon het geluid op de achtergrond hoort. Mijn zoons doen dat ook. Die gaan gewoon bij mij thuis zitten kijken, zetten de ramen open en je krijgt live het geluid mee. Ja. En er wordt vaak gesproken over de enorme economische spin-off van de Formule 1. Hoe wordt die dit jaar verwacht? Ja, kijk, het is ontegenzeggelijk natuurlijk gewoon dat er in dat weekend behoorlijk wat uitgaven gedaan worden in Zandvoort. Er zijn allemaal hele dure berekeningen voor, maar in ieder geval, dat zie je gewoon gebeuren. En aan de andere kant, het is natuurlijk ook voor Zandvoort, voor de naamsbekendheid van zo'n klein dorp, is het van onbetaalbare waarde als je zo'n evenement binnen kan hebben. Ja, en is het dan ook zo dat er echt meer mensen naar Zandvoort komen door die Formule 1? Staat het echt op de kaart? Ja, ik hoor dat van ondernemers, dat ze echt zeggen, het is over het algemeen door het jaar heen ook op andere momenten drukker dan ze gewend waren. Ja. Alle voorbereiding vanuit de gemeente verlopen zoals het moet? Ja, we werken natuurlijk heel nauw samen met de organisatie van de DGP. De vergunningen zijn allemaal verleend. Natuurlijk in zo'n aanloop naar zo'n weekend zijn er nog allemaal dingen die spelen. Meestal kleine dingetjes, afstemmingsdingetjes. Maar goed, er staat een geweldig team aan de kant van de DGP. En ook aan de kant van de gemeente werken hele knappe koppen. En die werken heel goed samen. Ja, nu is het eigenlijk zomerreces in de politiek. Maar ik heb me laten vertellen dat in Zandvoort nooit vakantie is. In Zandvoort is het altijd feest en er gebeuren altijd leuke dingen. En ik zie gelukkig ook dat heel veel raadsleden in het dorp zijn op dit moment. En dat die ook echt uitkijken naar een fantastisch weekend. Waar kijkt u zelf het meest uit? Ja, ik zeg altijd, dat is het moment dat je zondagavond kan constateren dat alles weer vlekkeloos verlopen is. Dat is waar je het voor doet. Natuurlijk, dat weekend is fantastisch. Maar als je terug kan kijken en zegt, het is weer veilig verlopen en iedereen is weer netjes naar huis. Ja, dan ben ik als burgemeester vanuit mijn rol als burgemeester tevreden. Dank u wel. Komend weekend vindt de Formule 1 plaats in Zandvoort. En wij van Zandvoort Insight zijn er natuurlijk bij. Volg ons op onze liveblog www.zandvoortinsight.nl/F1.